Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Tessa, ben je groot? Kom hier. Ik pak even zijn pakjes. Het is vandaag even een stalvlog, want ik moet video's voor uitwerken. En dit hebben we al zo lang niet gedaan dat ik denk, hey, dit is voor nu een keertje wel leuk. Ik ga met Tessa rijden in de bak. Dat doe ik eigenlijk helemaal niet zoveel meer, dus ik vind het nu wel leuk om een keertje te doen. En ik zie dat er ook nog een aantal sprongetjes staan. Dus ik denk dat ik misschien wel een paar sprongetjes ga doen. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Maar het is de Roy. Wat is er? Joe. Even kijken, dus Laurent is nu achter mij Tess aan het poetsen. En ik heb mijn Saressa polo weer aan. Die zit echt super lekker. En dan gaan we Tessje rijden. Eerst mag ik en dan mag Laurent. Ik ga trouwens morgen op vakantie. Dus het is voor mij ook de laatste avond met Tess. Ja. Trouwens, even, by the way. Kijk, ze heeft zeg maar hele dikke manen. Maar dit stukje is heel dun geworden. Terwijl er helemaal niet de deken op zit. Het is echt heel... Staat die hals hier nu? Nee, ja, maar die hals zit helemaal, zeg maar. Ja, maar er was zo'n stuk hals was helemaal afgescheurd. Was dat niet op? Nee, want hier? Dat afgescheurd, dat is hier gewoon. Kun je hier ook wel zien. Ja. Oh, kind. Ook ja, mijn vliegjes op je ogen. Ja, mijn vliegjes. Dus ik ga eerst even de hoeven uitkrabben. Je wil de hoeven uitkrabben. Ja, aangezien je twee weken op vakantie gaat, hè? Ja, doe maar Sim. Maak nog goed met welk ik begin? Niet heel erg. Oh, ze heeft een wondje. Kijk. We moeten even de andere single gebruiken. Oh ja. Voetje. Voetje. En dan met je billen duwen. Maar tegen de. Ja. Heel goed. Weet je nog waar? Dit toch? Ja, in die V. Mag best wel hard hoor. Dat gewoon alles eruit. En dan heb je aan de andere kant nog een vee daar. Ergens. Nee, niet daar. Kijk, hij loopt zo. Zo dus loopt hij. Loopt nu zo. Nee, andere zo, kant op. Ja. Zo. En je kan het ook wel zien, want hij begint hier, zeg maar. Mag ook wel wat harder. Ja, maar als ik niet precies weet waar hij zit, ja, dan vind ik dat niet. Zeker waar. Even goed met de borstel eroverheen. Ja, we spoelen ze straks na het rijden wel even uit. Okay. Om te kijken hoe de hoefsfeer, ik bedoel de rotstraal er nog zit. Okay. Ja, ik had trouwens een nieuwe borstel gekregen van Horse. Kijk, deze. Maar hier zit normaal een spons in. Toen dacht ik, dat is vet handig om, om de hoeven mee schoon te maken. Maar die hebben gewoon muizen opgegeten. Dat is echt niet normaal. Maar liefst één keer gebruikt. Maar liefst één keer gebruikt. En dit keer was ik het niet. Ja, ik dacht wel die hem. Nee, ik maak niet alles stuk. Maar het is echt zonde. Echt zonde. Hij is van de Horse. En ik was er heel blij mee, maar zonde dit. We zitten in die bakmozen. Oh, ik durf niet te kijken. Ik haalde die deken weg en toen zag ik allemaal muisjes lopen. Eeuw. Waar? Wacht even. Ik zag allemaal staartjes. Echt? Ja. Ja, daar. Oh nee. Jij kan wel. Ik weet niet, ik durf echt niet. Kijk, maar ze hebben die borstel van mij daar ook al aangegeten. Ja. Lor? Kom even helpen. Kunnen ze er niet uit? Ja, daar. In die... Ja. Is er dan? Zit er muizen in? Ja, pak die bak er dan nu. Ja, ja, ja. waar is die nou? Zit hij daarin? Hij loopt daar, eeuw. Kijk even of er nog meer in zit. Nee, laat het Tony weten. Opa, onze muizenheld. Sorry. Je gaat ze niet opmaken, toch? Nee. Oh, hier is nog eentje. Hou op. Je bent echt een lul. Kijk eens. Het hoofdstel. Oh, maar ik moet voordelen. Arme kind. Waar zit die manen toch raar en... Zo. Mooi zo, met dat op. Wat? Moet je inzoomen, uitzoomen of gewoon uitgezoomd laten? Nou goed. Ja.
zeg tegen Nienke, nou, ik ga eerst een keer springen in de bak. Uitgestapt en een klein beetje nog gedraafd op nekroop. En dat heb ik ook echt mega lang niet gedaan. En ik sta hier nu met mijn paard. Dit is mijn nieuwe paard. Grapje. Niet grappig. Ik ga mijn paard ophalen. En ik heb een touwtje nodig. Maar dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Dat was echt heel leuk. Het is vandaag ook wel leuk. En ik had eigenlijk beloofd dat Loran er nog op mocht. Maar toen ging ik ineens afzadelen. Ik was het helemaal vergeten. Zo druk aan het kletsen en aan het genieten. Maar goed, we gaan Tess nu even douchen. En voeren. Oh, en ik ben echt helemaal afgeleid nu weer. Hè? Ik hoorde daar mensen praten en ik zag daar iemand weglopen. En ik hoorde Loran fluiten. En toen dacht ik, waar was ik eigenlijk mee bezig? En nu ik dit aan jullie noem, ben ik al helemaal mijn verhaal kwijt. Maakt niet uit. By the way, we gaan Tess douchen. Kan je die aan de manen pakken? Zeg maar aan de voet. Aan de voet, kom. Aan de manen? Nee, ja, zij vindt dat niet fijn aan de manen. Kom eens, kom. Wil je zo knap doen? Kom, voet. Voet, deze Hi. Kant. Deze kant. Kusje. Deze kant. Moet je? Ja. Mag je lekker eten en lekker douchen? Oeh, vliegje. Kom maar. Ik weet niet of jij dit leuk vindt. Als je bij de voetjes begint. Oh, mag wel wat meer afstand. I mean, dat je gewoon rechtop staat. Dat is heel fijn, is het. Pak een paar blokjes. Oh, we kunnen er meteen beter trouwens voeren. Daar hebben we niet over nagedacht, paard. Goed hoor. Oh, dat is lekker. Je wordt nog dik zometeen. Zo, niet te dicht met je hoofd bij hoor. Oh, als je dan de poot op. Ja. Heb je hem weer tegen je aan? Kijk. No. Oh. Kom maar. Kom maar terug. Kom maar. Nee, zou ik ook niet doen, paard. Ah, vind ik ze echt zielig. Dat zou ik bij jou doen als ik je bier geef. Hoezo? Ik ga voor. Ik wil altijd gewoon onder de douche, hoor. Hey Tess. Ben je lekker aan het eten? Is mijn vriendinnetje. Oh, jawel. Wow, je bent echt nog nat. Er komt allemaal water vanaf. Mijn vriendinnetje. Wisten jullie dat dit ooit een hartje was? Hij is nu wel weer meer een hartje, maar vroeger was dit helemaal een hartje en daarom hebben we Tess toen ook gekocht. Toen was dit en dit was en dat was echt zo'n perfect hartje, weet je wel? Amika, alleen ben je niet wit. Nee. Doei paard. Oh, diepe zucht. Zo ziet het beter. Het is echt een alien zo. Hey mee, wil je drinken? Kom. Wil je drinken? Kom maar. Het is echt niet normaal. Kom paard, gaan we drinken. Tess, hier is de waterbak. Tessje. Tessje gaat altijd, als je Tessje in de water zit, gaat ze altijd eerst drinken. Hoe komt hier water uit? Oh, ze gaat eerst poepen en dan komt ze dan terug om te gaan drinken. Hé, hey, paard. Oh, die paarden. Natte voeten. Oh, kijk. Hij vult zelf. Het is met een vlotter. Wat is een vlotter? Hetzelfde als wat een wc zit. Oh. Als die leeg loopt, dat hij dan begint te vullen. Ah. Doeg. Kusje.
Nou, dan is het alweer donker als ik de video afsluit. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En laat me even weten of jij nog op vakantie gaat. Of dat je al op vakantie bent geweest. Laat dan hieronder achter in de reacties. Ik ben super benieuwd. Ik ga dus morgen naar Portugal backpacken. Super spannend. Als je nog op vakantie gaat, een hele fijne vakantie. Doei doeg!